Um, en dan kijk ik even naar de andere uh, Europese uh, ja, uh, mede, medestrijders, zoals ik het zo maar zeg. Het zijn AZ, ja. het zijn PSV en het zijn Feyenoord. Ja. Als ja. ik even vooral kijk naar, naar AZ, dan denk ik ja. bij mezelf. Uh, je kunt ook van het geluk tegen de rode kaart aanvallen. Hè? Ja, nou ja, goed. Uh, AZ, AZ. Maar goed. Uh, vergis jij je nou niet in AZ? Nee, ik vergis me niet. Ga je nou niet een beetje leuk lopen doen over AZ? Zeker niet, zelfs. En nee, dat je doe je hebben... wel. Nee, je zit. Nee. AZ. Ik, 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 ik doe nooit lullig over daklozen Echt, Ik doe je nooit lullig, lullig over daklozen Gaat hij weer weet je wel Hou op met Ga nou niet leuk doen over AZ AZ okay. is gewoon een hele goede ploeg ja. Een hele goede aanval maar Even serieus Harry, dan moest het wel ja. zijn met rood af eerst. Ja fijn en, en, Maar ze plaatsen zich, ze zijn er En wat leuk is voor AZ Ze komen straks, mogen ze spelen op Old Trafford Tegen ja. Manchester United Nou ja. is dat leuk voor die gasten ja of nee? Ja. En mag ik nog één naam noemen die niemand in de gaten heeft bij AZ? Nou. Druif. Ja, die invaller. Ja, Hou die, die, die nou eens in de gaten, die Druif. 21 ja? jaar pas, die gaat nog heel veel leuke dingen doen voor AZ. Die gaat nog heel veel doelpunten maken. Goed opletten. Ja, en, en, uh, waar komt hij vandaan? Uh, Druif, die, is al, die was al bij AZ. Is ja. uitgeleend aan NEC. Ja. Was net daar ongeveer topscorer in de, in de keuken. Divisie. Ik heb die jongen heel veel doelpunten zien maken. De doelpunten van Druif zien er niet uit. Dat is de lol van Druif. Ik bedoel, het is gewoon. Hij Een zit. Druif. Ja, ja. <laughs> hij zit. Dat is het. Ja. Nee, ik kan er niet over zeggen. Het, ze staan op het scorebord en met je tellen. En daarom zou ik denken: stel die Druif iets meer op, neem hem iets serieuzer. En Druif is de man voor AZ.